En daar gaan we weer, poging 2. Kijk, ik had vorige keer gezegd... Stom. Ik had vorige keer gezegd van... Ik zag een ree. En dat was hier. Er liep zo'n grote... Ja, dat heb ik al laten zien. Maar ja, waarom ik niet gefilmd? Hier stonden hier en hier stonden heel veel mensen. En het staat een beetje stom als ik stond zo van... Hey gasten, kijk! Een ree, wauw! Maar ja, vandaag poging 2. Ik zei donderdag, maar het is uiteindelijk vrijdag. Ik heb mijn oude nieuwe... De waterdichte camera meegenomen, want toen ik vanochtend vertrok, regende het daar vertrok, nee. Toen ik vanmiddag wakker werd, was dit meer. En toen dacht ik, oké, ik ga nu rennen. En toen begon het regen als een gek. En ik doe er gewoon uit voorzorg, neem ik deze mee. Maar we gaan kijken hoe ver ik vandaag kan komen. Dit is nou het geestdodendste aan het rennen. Die eindeloos rechte paden. Dat je weet dat je nog zo'n fucking in moet. Oh. Ik ben bijna dood. Maar dat maakt niet uit. Vorige keer liep ik hier. Toen dacht ik zo van, wow, mooie slak. En ik ga donderdag en zo. Maar ik hou het niet zo ver vol. Maar ik heb het wel verbeterd. Oh, ik zie er nu echt uitzoomen. En ik ben weer aan het lopen. Oh, volgens mij heb ik iets te ver gelopen. Ik loop al echt 5 minuten. En mijn arm ophouden ga ik al bijna dood van. Ik vind dat ook. Koppijn, buikpijn, borstpijn. Niet mijn hart. Maar in ieder geval weet ik nu wel dat ik alles heb gegeven. En oh, weer, wat heb je het zo zwaar? Ja. Daar zijn ze weer, de eentjes. Even kijken hoe dichtbij ik kan komen. De camera lekker stil weer. Er staan een stelletje meerkoeten. Jullie hebben het net gemist. Maar hier zijn de vogels. Die stonden in het midden op het pad. Kijk, maar er zat nog een kindje. Ja, kijk, die zit erachter. Leuk om te zien. Ik sta nu echt heel dichtbij. Het is de natuur toch prachtig. Wauw. Dat vind ik altijd grappig. Ik ben nooit fan geweest van natuurprogramma's en zo. Maar ik kijk ook altijd National Geographic. Kijk wel vaak tenminste. Dan heb je ook van die shows over het wildleven. En dan denk ik van, saai. Maar ik keek het laatst maar eens. The Most Amazing Moments Captured of zoiets. En dat is best vet. Het gaat over... je ziet dan hoe het in het wild aan toe gaat. Zeg maar gewoon standaard dat ze het dier proberen te vangen. Maar dan dat er iets onverwachts gebeurt of iets niet normaals gebeurt. En ik moet zeggen, ik snap nu toch wel wat er leuk is aan dat soort bioprogramma's. Al heb ik een hekel aan het vak biologie. Dan heb ik het ook laten vallen, maar ik vind het toch wel grappig.